Oké, we zijn in onze geliefde hoofdstad Brussel voor alweer een knelpuntberoep. Dat van traffic controller. Klinkt kei fancy. Let's go. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots to the bars. Talk slow. Wow. Oké. Toch eens horen, want ik denk dat het een beetje anders is als wat ik voor ogen heb. Oké, hier staan we dan. Samen met Edouard. Ik heb het precies niet helemaal goed begrepen. Hè? Nee. Niet echt. Het verkeer regelen op een andere manier. Wat is het juist? Traffic controller. Wij zitten eigenlijk in de dispatching, in de controlekamer. En daarin zijn allemaal schermpjes, zoals je hier kunt zien, waarvoor we gans het net zien van de Brusselse metro. Als regulare dispatcher proberen wij de regulatie, eigenlijk de continuïteit van het metroverkeer te garanderen. Er is nog geen metro gebotst door u te doen? Nee, dat is onmogelijk hier. Oké. Okay. Ik ga ook proberen een handje toe te steken. Hè. Dus zeg mij, waar ben ik nodig? Wat kan ik doen? Nu is dat nu om te zoeken dat er een metro is. En hier ook om, kijk, hier hebben we een beetje vertraging om dat op te lossen. Los het op. Alsof het heel simpel is. We gaan dat doen, hè? Perfect. Dankjewel, Edouard. Hallo? Ja? Oei! Nee, dat was niet echt de bedoeling. Zeker? Ja. Wacht, hè. Oh. Houston, we have a problem. Ja, oké. Traffic controller, niet echt iets voor mij. Misschien voor u? Let's go, let's get it!